Dit is Saif Roubi, gelicentieerd makelaar bij Future Gensports in Londen en de nieuwe helpende hand bij Antwerp. Roubi verkocht eerder al spelers aan onder meer Sporting Lissabon en is al meerdere jaren actief in de Engelse competitie. Vanaf volgend seizoen dus ook op de Bosuil. De bedoeling is dat er spelers, betere spelers, talentvolle spelers komen. En dat wij, alles begint in het voetbal met de ploeg. Je kunt plannen maken zoveel als dat je wilt en zeggen promotie, ja, dit en dat. Maar het heeft geen zin als je geen goed team hebt. Dat is een gemeen plaats, maar het is wel zo. Dus onze eerste bedoeling is nu van te trachten terug een ploeg op de been te brengen komend seizoen die eindelijk eens terug meedoet voor de prijzen en voor de promotie en zo. Paul Bistio en Gunter Hofmans trokken zelf naar Dubai om de samenwerking te bekrachtigen. Saif Roubi blijkt erg gecharmeerd door het stam nummer 1. Maar hij is enorm onder de indruk van het potentieel dat Antwerp Voetbalclub biedt. In de eerste plaats op het gebied van fanbase, popular support, zoals ze in het Engels zeggen. Maar ook de mogelijkheden in de stad, de mogelijkheden in België, de locatie. Enfin, er zijn tal van aspecten die onze club interessant maken. En dus hij ziet daar iets in om daaraan mee te werken. Antwerp gelooft duidelijk sterk in dit verhaal. Dat is alleen maar een extra vooruitgang, hè, op, zeker en vast op sportief vlak. Hè. Dat is de bedoeling eigenlijk, om sportief nog beter uit de verf te komen. We hebben er nu 2 jaar eigenlijk een klein beetje moeten achterzoeken. Dat is niet gelukt. Daarom dat we nu proberen eigenlijk via nog een hogere kwaliteit van spelers sneller die stap naar de hoogste afdeling proberen te bewerkstelligen. Antwerp heeft intussen aan de stad Antwerpen gevraagd of ze de Wilrijkse pleinen kan gebruiken, de voormalige oefenterreinen van Beerschot. Ze wil ook graag de jeugdspelers en de damesploeg van de failliete Kielse club overnemen. Antwerp hoopt begin volgende week ook een nieuwe trainer voor volgend seizoen bekend te maken.